naam is Ilian Verschuren. Ik ben 13 jaar. Ik heb het Short-Bowel-syndroom. Dat is dat mijn darm kort is en die neemt niet genoeg voedingsstoffen op. En daardoor heb ik TPN en zondevoeding nodig. Ik ben Leslie, ik ben de mama van Ilian. Ilian is geboren en er waren altijd wat problemen. En we wisten nooit wat is er nu effectief aan de hand. Maar toch als mama voel je van, oh, dit zit echt niet goed. We zijn dan naar Leuven gebracht en daar hebben we dan de diagnose gekregen van de ziekte van Hirschsprung. En dan langs de ene kant ben je blij dat je een diagnose hebt, omdat je dan daaraan kan werken. En langs de andere kant is dat natuurlijk wel een zware diagnose ook. Vroeger, mijn dieet was toen alleen een sojapuddingje. Toen heb ik een lange tijd niet mogen eten. En nu bestaat mijn dieet uit vetrijke, suikerarme, zoutrijke. Nu mag ik veel meer eten. En vroeger alle lekkere dingen eigenlijk niet. Voor Ilian is een dag niet zoals voor anderen. Hij moet 's morgens afgeschakeld worden. Hij heeft dan de hele nacht aan de TPN gehangen. Hij moet geprikt worden, medicatie moet gegeven worden, het stoma moet verzorgd worden, katheter moet verzorgd worden. En dan is eigenlijk de dag gewoon meestal zo'n beetje als een normale persoon. Alleen moet alles afgewogen worden. We moeten de calorieën bijhouden wat hij eet. We moeten de in- en outtake bijhouden. Dus al wat hij eet en al wat eruit gaat ook. Dus urine en stoelgang moet afgewogen worden. Hij moet zelf elke dag gewogen worden, 's morgens. We moeten 3 keer per dag de koorts meten, omdat dat heel belangrijk is. Hij heeft een diepe katheter in een diep bloedvat. En als je dus koorts krijgt, kan het altijd van die katheter zijn. En dan kun je een bloedvergiftiging krijgen. Dus we moeten altijd erop toezien dat dat niet gebeurt. En als hij toch koorts krijgt, is het altijd ziekenhuis. Dus daarom ook altijd de koorts gemeten. Ik moet 's nachts aan de zondevoeding en de TPN. Dat betekent dat ik 's avonds moet aangeschakeld worden en 's morgens afgeschakeld moet worden. In de voormiddag kan ik niet naar school gaan, want dan heb ik nog heel veel verzorging nodig. En in de namiddag kan ik naar het school gaan, maar niet als er zieken zijn, want als ik koorts krijg, moet ik onmiddellijk naar het ziekenhuis. Met die TPN, dat is een haat-liefde-relatie, zal ik zeggen. Want langs de ene kant heeft hem die TPN nodig om te overleven, zonder kan hem niet leven. Maar langs de andere kant is dat ook heel zwaar voor uw lever. En ja, het kan zijn dat je later dan een levertransplantatie moet hebben, omdat je lever eigenlijk veel sneller het niet meer aan kan. Ik speel wel graag met mijn hond, want die is heel lief. En ik knuffel wel ook graag met mijn kat. Daar denk ik ook wel aan altijd als ik in het ziekenhuis lig. Wat voor mij eigenlijk altijd nu het belangrijkste is geweest, is van hoe gaat Ilian in het leven staan en gaat hem altijd aanvaard worden op school en in zijn latere leven. En dat is tot hiertoe altijd gelukt. Dus hij is overal aanvaard om te jongen wie hij is en ondanks zijn ziekte. In Leuven heb je een heel groot team dat achter de patiënt staat, of toch bij de chronisch zieke patiënten. En hebben ze altijd getracht om voor Ilian, de persoon Ilian, het beste te zoeken. Dat de kwaliteit van leven vooruit gaat voor hem. Als je een diagnose krijgt voor je babytje, je hebt, zoals iedere mama en papa, heb je een toekomstbeeld voor je kind. En dat verandert helemaal. Hè. Huisje, tuintje, boompje, kindje, ja, dat gaat er allemaal niet bij zijn. Dus je toekomstvisie verandert al helemaal. En dan, natuurlijk heeft hij heel veel verzorging nodig. En dan was het een van de twee die de verzorging op zich moest nemen. Ik heb eigenlijk bijna alles opgegeven, mijn job opgegeven, hobby. Ja, je kunt niet. Nu gaat dat stilletjes aan, nu hij iets ouder wordt, kunnen we stilletjes aan zoiets weggaan. Maar ja, zo met vrienden iets gaan eten of weggaan, een avondje uit of zo, dat gaat niet. Elke dag moet je zijn, ook al ga je op reis, toch moet elke dag heel die routine van die verzorging aanschakelen, afschakelen. Dat moet altijd gebeuren. Hè. Vorig jaar ben ik voor de eerste keer op reis gegaan naar Disneyland. Maar dat heeft wel veel planning nodig. Disneyland is wel leuk, maar ik zou ooit ook wel nog eens naar New York willen gaan. Een paar jaar geleden had hem de droom om naar New York te gaan. Hebben we eigenlijk samen afgesproken om
ooit wel daar is samen te staan in New York. En eigenlijk is het een grote droom om daar met kerstmis te staan aan die grote kerstboom. Op zijn DNA hebben ze gezien dat er mutaties zijn op zijn DNA, maar wij lachen er dan altijd mee dat dat wel past in zijn superhelde verhaal dat hij een mutant is. Een advies. Niet te denken aan wat je niet kan, maar denk aan de vele mooie dingen die je wel kan doen.